Livio, je was uitgenodigd hier in de Senderlo. Ja. Je hebt een geschenk gekregen van de afdeling Limburg. De coming star, zoals men noemt. En nu sta je vlak voor dat seizoen Moto 3. Hoe is het gevoel? Ja, heel fijn natuurlijk. Hè. Ik kijk er echt naar uit, want dat gaat een grote stap worden. Maar toch, ik heb er heel veel zin in en ik ga ervoor. Hè. Een seizoen is eigenlijk heel lang. Dat wil zeggen dus dat er veel werk aan de winkel is. Dat je hebt ook nog je school een beetje. Ja. Of ja, meer of een beetje. Hoe breng je dat voor elkaar? Want je was een goede leerling. En je bent nu een goede sporter. Want eigenlijk sta je aan de top, hè? Ja. Ja, school is op dit moment moeilijk voor mij. De laatste examens zijn wel goed verlopen. Maar nu zal ik er alleen nog maar minder en minder zijn. Dus het wordt alleen nog maar moeilijker. Maar ik heb gekozen voor van motorsport mijn job te maken. En dat is het eigenlijk nu al een beetje. Dus dat gaat toch wel voor mij. Moeilijk gaat ook, zegt men. Is het nu als Belg? Laten we zeggen, we zijn Belgen. Ja. We zijn daar fier op. Is het nu zo moeilijk om daar die top te gaan bereiken? Moto 3, laat ons maar zeggen, is de eerste sport van de ladder. Ja, het is wel moeilijk hoor. Het is een hele grote stap, denk ik al zei. Maar niks is onmogelijk, laten we zeggen. Dus ik hoop dat ik iedereen zijn droom kan waarmaken en mijn eigen droom ook. Dus we zullen wel zien hoe het gaat. Livio, succes voor 2013. We duimen voor jou. En bij ons in het blad gaan we er ook zoveel mogelijk over schrijven. Want jij gaat ons ook af en toe wel een woordje sturen. Hè? Ja, zeker weten.